The hard way to success shows the stories of those sports heroes on their way to success. To inspire generations of people and to get you closer to your hero. Ik ben begonnen met de acrogym toen ik 6 of 7 jaar was. Gewoon in een club vlakbij waar ik woonde. Dat was in Wild Gym. Ik heb daar 5 jaar in meisjespaar gestaan en dan daarna ben ik mijn 12 naar topsport mogen komen en nu zit ik al 10 jaar in topsport. Ja, ik ben begonnen met een soort van basisturnen. Dan hebben ze mij gevraagd voor acrogym te gaan doen en heb ik dat geprobeerd. Ik ben nog eens van club veranderd, dus dan ben ik naar Puurs gegaan in Antwerpen. En dan vanaf mijn 2e middelbaar ben ik naar topsport gekomen. Ik deed eerst artistieke gymnastiek. Ik heb dat ook 1 jaar hier in topsport gedaan. En ja, ik had zeer veel blessures, dus dan ben ik acro beginnen doen. En zijn de blessures wel veel verminderd. Ja, het was een hele snelle overstap. Ik moest snel die beslissing maken, dus dat was al heel even moeilijk. Maar ik vind acro wel veel toffer, omdat je in een team kunt samenwerken. En dan kun je ja, elkaar bemoedigen en moed geven. Ik vind de acrogym een aparte sport, omdat het is heel anders dan andere sporten. Het is zeer spectaculair. Ik denk niet dat veel mensen het zomaar kunnen. Dus je hebt wel een beetje talent nodig en het is ook heel hard werken. Het is niet altijd even leuk, maar de resultaten maken het dan wel leuk. En ja, we zijn ook in een team, altijd. Je bent nooit alleen. En dat is wel heel anders, omdat je moet niet alleen rekening houden met jezelf. Je moet altijd rekening houden met de anderen. Dat is misschien een nadeel, maar je kunt elkaar ook wel motiveren, aanmoedigen en er bovenop helpen als ze een beetje onderdoor zitten. En ik vind dat wel een heel positief punt aan onze sport, omdat je daar heel veel aan hebt. Acrogym zelf, dus de elementen zijn, maar ook de artistieken er rond. Dat is ook wel een van onze kwaliteiten, denk ik. We doen dat ook heel graag, dus dat zie je ook als we op de mat staan. Dat we echt daar, dat met passie doen en niet gewoon een oefening brengen, maar echt met ons hart eigenlijk dansen. It's so good to work with those girls because they know what they want, they know how to get what they want. And actually, this is so easy way for the coach to work this way. Wel leuk. Ik heb vroeger in mixpair gewerkt, dat is iets totaal anders als in trio. Mixpair is zo, ja, de choreografie is ook totaal anders. Ik moest dansen, maar als ik een andere beweging deed, niemand zag dat. Want ja, mijn partners dansen toch anders dan mij. En nu is het echt zo strak, moet het gelijk zijn. Ik moet hetzelfde dansen als hun. Dus daarom vind ik dat wel leuk om zoiets totaal anders te doen. Ook, ja, dat is ineens van bovenpartner naar onderpartner. Dat is leuk om zo, ja, vroeger moest je alles zelf doen, moest je licht zijn, moest je salto's draaien. En nu is dat leuk om zoiets te voelen wat de anderen eigenlijk vroeger voor u hebben gedaan. Julie had to work further in trio. I was happy that this girl stays with me. And why I say this, because she works always 100%. She follows everything what I say. And it's easy to work this way. With Ineke, it was, honestly to say, a bit difficult in the beginning, because when you're 12, you actually, I think you don't know what exactly you want from yourself. So I think she was like confusing. And every time when she was pushed by coach, she didn't think at this moment that they want something good for her, not only for the coach. I think gymnasts sometimes they don't realize
when they are pushed by coach, it means that coach sees some talent in this gymnast. Voor ik met Julie stond, heb ik eigenlijk ongeveer enkel junior gedaan. Ik stond als bovenpartner in een trio. En dat was het jaar dat ik mijn pols heb gebroken. Dus normaal ging ik dan senior geworden zijn, maar dan heb ik nog een jaartje junior gedaan en toch nog het WK gehaald en daar tweede geworden. Dus dat was ook wel echt een grote prestatie voor mezelf. Omdat dan niemand nog had verwacht dat het zo snel nog zou kunnen gebeuren om zo'n resultaat te halen. En dan mijn tweede is eigenlijk een beetje dubbel. Dat was met Julie en Laura op het WK ook, als junior. Daar zijn we ook tweede geworden. En ja, ik was daar wel blij mee. Maar vooral daarna, omdat op het moment zelf wisten we dat we toch misschien hadden kunnen winnen. En dan is dat toch een kleine teleurstelling. En dat is zo erg, omdat je moet echt wel blij zijn met een tweede plek. Maar op die moment zelf voelt je toch die teleurstelling. Maar nu ben ik daar nog wel blij om. Ja, zeker toen was dat wel echt... De juryleden waren aan het wenen, omdat iedereen vond dat wij hadden moeten winnen van Rusland. En ja, op dat moment heb je ze gewoon zoiets van, kom aan, jullie zijn de juryleden, doe er gewoon iets aan. Wij kunnen er zelf ook niks aan doen. En dan zeggen ze tegen ons, dat al een paar keer gebeurd, ja, volgende keer is het jullie tijd om iets te winnen, maar daar zeg je niks mee. Het is ja, op dat moment... Op dat moment is echt rot. En dan kun je zo niet blij zijn. Maar ja. Nu ben ik daar wel al een beetje over, maar ja, toch, als je daaraan terugdenkt. Maar ja. Dat was onze vorige bovenpartner. Die is plots gestopt. We hebben daar 2 jaar junior mee gedaan. En dan het laatste jaar dat we met haar stonden senior. Dat was een heel zwaar jaar. Zij had ook, zij was aan het groeien. Wat vrouwelijke vormen aan het krijgen, dat is normaal. Ze is 15, dus ja, dat is wel de leeftijd. Dus wij zijn al niet zo groot, dus dat was gewoon moeilijk. Dus ze moest een beetje op haar gewicht letten. Ik snap daar, ja, dat is gewoon een moeilijke periode dan. En ik voelde dat de motivatie bij haar een beetje begon weg te zakken. En dan 3 maanden voor het Europees kampioenschap zei ze dat ze wou stoppen. Dus dat was wel echt zo van ja, je traint daar een heel jaar voor. En dan 3 maanden op voorhand ja, is de motivatie weg, je wilt stoppen. En ik vond dat toch wel zwaar, omdat ja, wij hebben al maar om het jaar een grote wedstrijd. En dan is dat ja, ineens gewoon volledig weg. En dan moet je zo super lang wachten voor nog eens iets groots te kunnen doen. Ja, dat was ook de periode dat wij 2 jaar ook een beetje doorzaten. Samen met Laura natuurlijk. Maar ik denk dat zij dat op zich ook helemaal niet tof vond. Maar wij bleven dan wel achter. En ja, ik vond het moeilijk om terug de kracht en de motivatie te krijgen om opnieuw te beginnen. Ik zag het eerst niet zitten, maakte niet uit met wie dat zou zijn. Ik wist niet of ik terug die energie ging voelen om echt alles te geven en alles te willen winnen. Had before a very good partner. That partner couldn't work with them anymore. I think that partner was also confusing. Didn't exactly know the goal. She was pushed by Julie and Ineke pretty much, and she couldn't stand it anymore, I suppose, and she stopped doing acrobatics. And then suddenly those girls needed to find other partner, and that partner was Kaat. Wij hebben gepraat met de headcoach, Sergei. En hij heeft ook aan ons gevraagd toen van, wilt je nog verder? Dan zoeken we iemand. Wilt je ervoor gaan? Wilt je naar wedstrijden, buitenlandse? Wilt je hard trainen? En dat was zo een bemoedigende preek voor mij. Yeah. Dat ik echt terug die energie begon te vinden. En wij keken naar elkaar en we hadden zoiets van, deze willen we gewoon. En ja, dan zijn we ervoor gegaan. Er zijn een aantal gymnasten komen proberen voor ons, maar de ene was te groot, de andere was te jong. En eigenlijk Kaat was hier al.
En ja, zij was misschien nog niet de beste dat er was, maar de trainers zeiden ook, zij is eigenlijk de enigste optie om verder te kunnen gaan en probeer het en we zullen zien hoe dat lukt. Dan zijn we eigenlijk direct beginnen trainen met Kaat en dat is eigenlijk ja, beter uitgedraaid dan dat iedereen had gedacht dat het ging lukken. Ik keek altijd heel hard op naar hun, dus ik vond het wel in het begin een beetje raar om aan te staan, omdat ik altijd al opkeek naar hun, maar ik vond het echt wel heel leuk om aan te staan. I think because of having totally different characters, this team is very strong. In het begin, toen we wisten dat we zeker met Kaat gingen staan, hebben denk ik Julie en ik ons echt wel samen ja, beginnen motiveren aan elkaar toe. Gewoon, als wij voor iets gaan, dan is dat 100%. En we hebben besloten dat we dit echt wouden en dat we wilden bewijzen dat we goed konden worden. Dat we konden hard werken en met hard werken dat alles ging lukken. Dus dat was eigenlijk onze grote motivatie en ik denk dat dat ons heel hard heeft geholpen. We zijn wel hard geweest in het begin, denk ik. Maar ja, niet alleen hard, denk ik. Ik denk dat het ook wel een beetje leuk was, hoop ik. Ja, en dan, ja, dan ging het altijd maar beter en beter. We hebben ook mindere momenten gehad als bij iedereen wel zo. En dan is dat doorgesleept. Ja, gewoon in het begin was het nogal moeilijk, omdat Kaat ja, het eigenlijk nog niet echt acro op hoog niveau gedaan. Ze had het jaar daarvoor ook wel trio gedaan, maar dat was op juniorenniveau. En ook ja, 3 wedstrijden of zo meegedaan, denk ik. Dus wij hadden al ja, EK's, WK's, grote wedstrijden gedaan en zij had dat nog nooit gedaan. Dus dat was, we wisten ook niet goed, hoe gaat ze haar gedragen op wedstrijd? Heeft ze veel stress? Kan ze daarmee omgaan? Uiteindelijk is het allemaal heel goed verlopen. En ja, dan soms, ja, zij kon nog niet zoveel, dus dat was gewoon moeilijk om in het begin ja, die basis opnieuw te leggen. We moesten echt wel beginnen met makkelijke elementen en voor ons was dat niet altijd leuk, omdat we al op een iets hoger niveau stonden, dus we moesten eventjes terugdalen en dan daarna wel alles te kunnen opnieuw doen. Also what I like in Kat, for example, all the new elements what we do, she's never afraid. She is afraid, everybody is afraid. Only fools are not afraid, but she always does it and never changes her mind in the air because it's very, if you saw the elements what they do, sometimes when they do element for the first time, sometimes the bass partner throw and then they just don't know what to do in the air and then it's dangerous for everybody, for the coach, for partners, for nobody can catch it. So there were no surprises of Kat. I like this very much. Vijf jaar geleden ongeveer heb ik mijn pols gebroken. En mijn blessure van het laatste jaar had daar een beetje mee te maken. Want daardoor heb ik een scheurtje in mijn TFCC gekregen. Dat is een soort van meniscus in je pols. En daar heb ik wel veel problemen mee gehad. Want ik ben naar de chirurg geweest en die zei dat ik moest geopereerd worden. Dat was natuurlijk een groot probleem, want dat was een paar maanden voor het WK. Dus dat was echt geen optie voor ons. Dus dan ben ik naar een andere chirurg gaan zoeken en waren we hier naar een andere oplossing voor hun aan het zoeken, een andere partner misschien, om eventueel enkel mee te trainen en als het lukte naar het WK te gaan. Maar die andere chirurg heeft me dan toch een cortisonespuit kunnen geven, waardoor ik toch verder kon. En dan enkele weken geleden moest ik die opnieuw laten zetten, want de pijn kwam terug. En hopelijk haal ik het nu terug een beetje langer uit. Ja, dat was natuurlijk moeilijk, want ik kon een aantal elementen niet meer doen. Maar uiteindelijk, ja, zij had dan, we hadden dan besloten van oké, ze gaat die spuit doen. En dan zijn we gewoon blijven hard trainen op de nieuwe elementen dan, waar dat ze haar pols minder bij haar zeer deed. En ja, op zich, dat was wel moeilijk, maar wel blij dat zij bij ons is kunnen blijven staan en dat we niet hebben moeten trainen met iemand anders. Want dat zagen wij wel niet echt zo zitten. Van het jaar kiest je ervoor om samen voor dat WK te gaan en ja, ik zou het gewoon super erg gevonden hebben moest bijvoorbeeld Ineke daar met een gips gezeten hebben en wij op het WK gestaan hebben. Ik weet niet hoe dat dan zou uitgedraaid zijn, want dat is vooral voor haar niet leuk, maar voor ons ook. Ja, je zit daar dan met een dubbel gevoel. Dus dat is, ja, ik zou het toch het liefst gewoon met haar hebben voortgedaan en dat was dan ook zo gebeurd, dus dat is het beste. Ja, op het moment van mijn blessure zat ik er wel een beetje door, omdat ik had schrik dat het heel lang ging duren
en ik wist niet of ik de kracht ging krijgen om terug opnieuw te moeten beginnen zoals we met Kaat opnieuw waren begonnen. En ik gunde hun het wel om dan mijn andere partner te trainen. Langs mijn kant zou ik zou het wel erg gevonden hebben, maar ik zou het veel erger gevonden hebben voor hun als ze niet konden meedoen. Maar gelukkig heb ik daar niet te lang bij moeten nadenken en is die spuiter vlug gekomen. Dus dank dat we toch nog verder konden trainen. Ja, natuurlijk. Als er één iemand gekwetst is, dan de rest kan ook niets doen. Dus dat is natuurlijk wel lastig. Maar je bent er natuurlijk ook met drie om er dan samen voor te werken, samen elkaar te motiveren. En ja, het heeft zijn positieve en zijn negatieve punten, maar ik denk dat dat bij elke sport wel zo is. Eigenlijk vlak voor het WK ging alles heel slecht. We hadden een beetje schrik omdat ja, we waren heel veel vooruit gegaan. En ja, iedereen kon dat wel zien en we voelden dat zelf ook. En toen was het echt een daalpunt. En dat was juist de belangrijkste wedstrijd van het jaar, waarvoor ik een heel jaar hard gewerkt heb. En ik wou daar niet staan om te mislukken. We gingen daar niet om te winnen, maar we gingen daar wel om onszelf te bewijzen. Maar gelukkig is dat toch gelukt. Het WK ging eigenlijk beter dan verwacht. Ja, we hebben dan heel slechte trainingen ervoor gehad, een moeilijke periode. Ook met Ineke naar Pols dan. Dat was toch wel voor alle drie, denk ik, zwaar. Omdat ja, je traint met drie samen, je bent een team. En als er één iemand ja, een blessure heeft, is dat voor alle drie niet zo leuk natuurlijk. En ja, dan op het WK, daar waren onze trainingen eigenlijk ja, behoorlijk goed. Ook de opwarming voor onze oefeningen ging goed. Dus dat was ook wel ja, een motivatie om het goed te kunnen doen. En ja, ik denk dat onze eerste oefening balans was. Daar hadden we dan een klein foutje met het laatste deel, een tijdsfout, op zich niet zo erg. En we, ja, uiteindelijk, ik denk dat we elkaar hebben daar zitten motiveren en dat het zo wel goed is kunnen lukken. Ja, ik denk ook, omdat ja, na de eerste oefening konden we al zien dat we vierde stonden. Ja, vierde. Dus ja, dat was zeker niet slecht, dan zaten we al in de finale. En als we dan een rustige tempo-oefening deden, niet te veel grote fouten, dan wisten we wel dat het erin zat voor de finale om daarin te knallen. Dus. Het was soms een beetje overweldigend, maar ja, ik voel wel goed mee. Ik had vroeger niet veel ervaring met wedstrijden, dus het was ook wel moeilijk om dan plotseling ook een grote wedstrijd mee te doen, maar dat viel echt goed mee. Dus onder stress wel onder controle. Op zich moesten we niet echt een medaille halen. Vooral finale was belangrijk dan voor het ticket voor de European Games. Maar als je dan, ja, je mag naar de finale, we waren gekwalificeerd als derde, dan begint je toch een beetje te hopen dat je het in de finale even goed doet en dat je ook die bronzen medaille kan binnenslepen. En op zich, ja, de trainers hadden ook tegen ons gezegd, jullie moeten niet bewijzen. Dus je moet geen medaille hebben. Gewoon in de finale was het belangrijkste. En ja, zowel zij als wij waren gewoon super blij omdat we medaille halen. Ja, we waren in de finale en dan dachten we gewoon, oké, nu knallen. En dan zien we wel wat er gebeurt met de punten. Maar ik vond die medaille toch wel belangrijk, omdat dat gaf mij het gevoel dat we konden bewijzen naar de buitenwereld toe, dat we het wel konden op zo'n grote wedstrijd. Aangezien dat in het begin van het jaar, ja, ten opzichte van wat we op dat WK hebben gedaan in onze allereerste wedstrijd, is er een enorm verschil. Dus ja, in het begin geloofden er niet zoveel mensen in ons, denk ik. Soms ikzelf ook niet. Met periodes dat het slechter ging. Dus dat gaf wel een goed gevoel om die medaille binnen te slepen. Ja, ik had het ergens wel ja, niet echt verwacht, maar wel gehoopt dat we die medaille, dat we medaille haalden. Maar ik was wel blij dat we die haalden. Het team en doel toch wel is als we dan naar de European Games mogen om daar toch wel
een podiumplaats te halen, hoop ik. Allee, we hebben het op het WK bewezen dat we het waard zijn, dat we ervoor kunnen werken. Dat we, ja, we hebben hard getraind. Het is niet dat we tiende of zo waren, we hadden een derde plaats. Dus ik denk als we dit jaar nog hard blijven trainen, dat we wel misschien kans maken, hoop ik. Als, we alle, allee, als alles goed loopt natuurlijk. Ja, ik blijf er gewoon altijd bij dat wij niets te bewijzen hebben. Dat we gewoon voor onszelf het moeten doen. Dat we nog niet de beste van de wereld zijn, van Europa zijn. Dus het is niet dat we een plaats moeten verdedigen. Dus ik denk, in mijn ogen is het altijd dat de anderen meer schrik moeten hebben voor hun plaats kwijt te geraken. Dus ja, ik denk dat dat wel een grote troef is van ons. Wij houden ons altijd voor en we zeggen dat ook vaak tegen elkaar. En dat helpt echt wel. I would like those girls to stay longer with me. Because every time I enjoy training when they are here. I would like them to be world champions. In acrobatics it's not that easy always because this is team. And especially if you are three in one time, then and also there is coach, four people involved in the team, and it's pretty difficult to fit to the situation. And world championship is just one time in 2 years. So what we have now is an opportunity to be European champions, because this year we are going to have European Games and European Championship. So we have like two opportunities to get this title. If it's not this title, maybe if they have patience enough, maybe they can try. Next year it's gonna be world championship. Door acro heb ik veel meer leren bewegen met mijn lichaam en ja, leren dansen. Ja. Ja, dat heb ik ook wel. Maar dat komt ook een beetje door Julie, omdat... Niet echt. Omdat zij deed dan vroeger mixed pair en dat was zo schoon om daar naar te kijken. Op training, je werd dat echt niet beu. En zij was een soort van voorbeeld voor mij in de artistieke. Dus toen ik dan met haar stond, was dat in het begin een beetje raar. Ja, je wilt wel even goed doen en ik denk dat dat mij wel veel vooruit heeft geholpen ook. En ik vind ook in de sport het hart u voor het leven een beetje, de sport zelf. Ja, dat vind ik het ook maakt wel. U echt klaar voor het verdere leven. Je gaat altijd wel tegenslagen tegenkomen en je leert daar ook mee omgaan. Dat helpt u wel, vind ik. Maar dat is ook wel hier die topsportmentaliteit. We hebben dan die Russische trainers, die zijn hard, want ja... Dat is ook hun job echt, dus als wij het niet goed doen, die gaan ook dan ja, slecht gezien naar huis. En ik denk ook wel dat dat voor hun belangrijk is, dat wij hier met motivatie, volle moed, met alles staan. Dat wij een goede teamband hebben, dat is ook natuurlijk heel belangrijk. En ja, dat we daardoor ook gewoon hard worden, doordat zij willen het, wij willen het. En zo ja, word je ook gewoon beter, denk ik. Niet als nu bijvoorbeeld binnen enkele maanden, jaren, zij zou stoppen dat ik alleen verder zou willen. Ik zou niet mijn andere base terug opnieuw willen beginnen. Dat is nog anders dan een top, omdat je elkaar veel meer nog moet aanvoelen. En ik denk dat het makkelijker is om met een nieuwe top te trainen dan met een nieuwe onderpartner samen. En ook omdat we alle twee zo gelijk zijn in het artistieke gedeelte. Dus ik zou jullie niet echt willen vervangen. Je ook nieuw. Dank Pleasure in life is doing what people say you can't do.